wel vast. Het is echt onwijs kikken. Oh, is dat onwijs kikken in een omgebouwd boodschappenkarretje de lucht in te worden getrapt. Ik doe het niet. Vroeger was jij de achtbaan niet uit te slaan, pap. En nu? Vroeger vond ik Richard Nixon ook een goed staatsman. Ik ga er niet in. Ah, opa, je bent nog nergens in. Nee. Nee, dan tenminste een suikerspin. Een suikerspin? Ja. Staat niet in mijn levensverzekering waar ik niet vanaf ben? Wacht, dat is het. Wat? Een waarzegster. Oh nee, ja! Oh nee, ja, ja! Oh nee, ja, ja, ja. Nee, zeg, geen geld uitgeven aan die flauwe kul. Even gelijk, Simon. Waar zeggen ze allemaal op? Juist. Gelegaliseerde oplichting. Dat is helemaal niet waar. Weet je dat? Een Colette, die vriendin van mij, die was naar een waarzegster gegaan en die had hem voorspeld dat ze een kind zou krijgen. Zo. Is ze 6 maanden zwanger? Dat kon je toen nog helemaal niet zien. Echt niet? Ah, doe niet zo flauw, pap. Dan ben je tenminste ergens in geweest. Nou ja, in vredesnaam. Maar als zij mij voorspelt dat ik de 100.000 win, dan krijgen jullie geen cent. Wow. Ah, ja, ja, ja. 100.000. Ja, ja. Ik ben madame Manda. Ik ben uw toegangspoort tot de wereld der geesten. Via mij kunt u communiceren met hen die zijn overgegaan. U kunt spreken met diegenen die de macht bezitten, diegenen die uw angst inboezemen en diegenen die u tot in het hiernamaals op de voet zullen volgen. U bedoelt de Belastingdienst? Spot niet met de gave van het derde oog. Via mij bereikt u het licht voorbij de duisternis. Via mij kunt u spreken met de wereld der geesten en uw eigen toekomst onder ogen zien. De geesten accepteren Visa, Mastercard en American Express. U kunt ook binnen. Oh, nou, het is in ieder geval prettig om te weten dat de geesten hun bankzaak op orde hebben. Stilte. Kijk diep in de kristallenbol. Kijk naar het licht. Aanschouw haar fluoriserende vorm. De hand op de portemonnee. Pap, u bent familie van elkaar. Hoe bestaat het dan? Ik zie een grote familie. Kinderen. U bent getrouwd. Nou, dat zijn de meeste vrouwen met een trouwring om, hoor. Ja, dat ben ik, ja. U heeft het geluk aan uw zijde. Ik zie een toevallige ontmoeting. Een invloedrijk persoon. Hij is de brenger van fortuin op fortuin. Verrek, zeg, dan krijg jij die 100.000 gulden. En u. Ik zie heel veel voor u, heel veel. Oh, maar daar betaal ik niet extra voor, hoor. U zult iets terugvinden, iets dierbaars wat u lang geleden verloren heeft. En een nieuw huis zal u duur komen te staan. Nieuw huis? Gaan we verhuizen? Ik kan alleen zeggen wat ik zie. Ik zie gevaar. Gevaar uit het oosten, gekleed in het wit. Nee, nee, voor iemand gekleed in het wit. Dat moet Harry Stevens zijn, hè, arme kerel. Weer controle van de ware dienst. En het getal 2. Het getal 2 en een ongeluk. Een tragisch ongeluk waarbij 2 mensen betrokken zijn. Ik zie de familie gedompeld in wanhoop en verdriet. Ja, zo is het wel genoeg, hè? En dat alles zal gebeuren voordat de zon zal rijzen in het teken van de Gemini. En wees voorzichtig, meneer. De loop der dingen is meedogenloos. Dat is dan 50 gulden. Zo. Ah. Hey man, hoe was het? Worden we rijk? Nee, niet dat we geld blijven uitgeven aan die onzin. Het is niet onzin, niet allemaal. Ja, je moet er natuurlijk wel in geloven, maar... Ja, maar vertel eens wat ze gezien heeft. Oh, dat kan ik je ook wel vertellen. Ze zag gewoon een dikke oude suffer die zich 50 gulden uit zijn zak liet lullen. Stel nou dat het waar is wat ze zei. Iedereen thee? Ja, pa, ik help je. Oh, shit, het krenk staat nou al stil. Ik heb het nog geen uur geleden gewonnen. Och, als je dan mee was gegaan in die waarzegster, had ze je dat voor 50 piek even voorspeld. Niet waar, Henri? Ja, wrijf het er maar in, hoor. Hoe heb ik ooit zo stom kunnen zijn, zeg. 50 gulden in nog geen 5 minuten. Ik heb je gewaarschuwd, pa. Ja, we hebben toch lol gehad? Ja, nou, dat maar lol, zeg. Gevaar uit het oosten, groot verdriet. Een tragisch ongeluk waar 2 mensen bij betrokken zijn. En dat zal de familie wanhoop en verdriet brengen. Nou, ik vind het doodeng. Ja, laten we die nonsens dan maar gauw vergeten, hè. Je bent een lieve schat, hoor, Simon. Maar je bent wel erg goedgelovig. Ja, en bijgelovig. Dat is helemaal niet waar. Ja, nee, hallo. Jullie doen er dan wel zo luchtig over. Maar ik ben ervan overtuigd dat er nog het een en ander is tussen hemel en aarde. Waar wij de ballen verstand van hebben. Ja, wat dacht je van die paranormale foto's? Ja. Als je die dan ontwikkelt, dan staan er van die vreemde mensen op en van die rare vormen.
Ja, dat heb ik een keer gelezen in zo'n wetenschappelijk blad. Ja, was het nou de story, de privé of de weekend? Houd toch eens op met die rotgeintjes van je. Ja, als je een foto van onze familie maakt, dan weet ik zeker dat er rare vormen en vreemde figuren opstaan. Zeker naar wat jij allemaal naar binnen hebt gepropt vanmiddag op die kermis. Als jullie maar een plekje vrij hebben gehouden voor het avondeten, hè. Want vanavond eten wij... Varkensbeen bij ons met mosterdsaus. Mag dat nou niet, wat zal ik dolgelukkig zijn als die vreselijke kookwedstrijden van jou eens achter de rug zijn. Ja, nou, ik ook. Ik vind je varkensbeen bij ons heerlijk, hoor. Open maar. Een week lang, elke dag. Ja. Ik heb al een krulstaartje. Ja, gek hè? En dat zit van voren. Zo kan het wel weer. Hè? Ja, wat ik zeg, wel oefening bij het kunst. Maar die varkensmedaillons van jou, die zijn al lang uit de kunst. Ah, laten we nou een kippetje eten, pap, vanavond. Ja. Of een hamburger. Oh, met patat. Nee, geen sprake van. Die medaillons moeten de mooiste stukjes vlees zijn die ooit uit een pan zijn gekomen. Daarbij, die maaltijd moet ook nog in een gerechtsgroep zijn. Ze moet ook nog in een bepaalde tijd betaald. Ja. Tikken, tikken! Oh, dat kan wat je doet, zeg. Ja, sorry, sorry, sorry. Ja, sorry, sorry, sorry. Ik moet je niet zo zenuwachtig maken met die stomme kookwedstrijd. Hé. Kijk nou eens wat ik vind, opa. Hé? Oh, kijk nou. De daspan die ik van je moeder heb gekregen, die ben ik jaren kwijt geweest. Pap! De voorspelling. Je zou iets dierbaars terugvinden dat je lang geleden verloren was. Dat is toeval. Nou? Nee, dat is alleen maar toeval, zeg scherp. Iedereen vindt toch wel eens iets terug dat hij kwijt was? Ja, maar dat net vandaag gebeurt. Ik vind het echt eng, hoor. Ach, wel nee, dat is toch helemaal niet eng. Iedereen heeft de gave van het derde oog. Verklaar je nader, Wim. Nou, het gaat er alleen maar om hoe sterk is die gave ontwikkeld. Wij kunnen dat allemaal, wat die met dat mannen doet. Maar je moet oefenen, oefenen, oefenen. Sluit je ogen. Concentreer. Relax. Douche, ga eens weg. En daal af in de diepte. Dieper, dieper, dieper. En geef antwoord op de volgende vraag. Wat eten wij toe vandaag? Citroenbouw. Inderdaad. Opa, schiet op. Je hebt nog maar 30 seconden. Nee, dat kan niet, dat kan niet. Ik heb de tafel nog niet eens gedekt. Geef me nog 2 minuten. Nee, opa, we moeten hard zijn. Ze geven je bij die wedstrijd ook geen extra minuten. Je bedondert alleen maar jezelf met die extra minuutjes. Ho, 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 hoor wie het zegt. Waar heb je die wijsheid vandaan, jongeman? Van jou. Oh, ja. Nou, opa, schiet op. Maar van waar, want als je niet op tafel staat, dan telt hij ook niet mee. Wat heb ik dan toch aan jullie? Oh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Nou, opa, het staat er in ieder geval beter dan gisteren. En? Heerlijk. Ja, maar dat is niet genoeg om meesterkok van de stad te worden, zeg het oog wil ook wat. Dit is net alsof de Zweedse kok van de Muppet Show langs is gekomen. Ja. Stukjes Miss Piggy met citroenprut. Nee, zeg, nee. Ik haal het nooit. Ik heb nog 2 dagen. Nee, straks ga je af als een citroenbaffer. Ah. Hey, mag ik nou weg? Ja, jongen, rot maar op. Hey, opa, ik denk trouwens wel dat je het redt, hoor. Je bent gewoon hartstikke zenuwachtig en daarom maak je zoveel fouten. Ja, ik wou dat ik maar een beetje kon ontspannen, hè. Ja. Maar weet je wat, ik zet het weer in de ijskast, in de vriezer en dan probeer ik het vanavond nog een keer. Zeg, heeft er iemand een bad genomen? Er is geen warm water. Jullie raden nooit wat er gebeurd is. Het is niet te geloven. Als het geen nieuwe manier is om een citroenbavarois binnen 7 minuten op te stijven, dan wil ik het niet weten. Papa, je kent Juan Díaz nog wel, hè? Die Spaanse minister van cultuur, waar Fik al ik weet niet hoe lang een gesprek mee probeert te regelen. Ja, absoluut. Denk je dat het sneller stijf wordt als ik er wat minder slagroom in doe? Fik komt hem toevallig tegen op een receptie. Ja. En hij nodigt hem zo uit voor een gesprek. Zo. En het kan dus heel belangrijk zijn voor zijn diplomatieke carrière. Ja, helemaal te gek, mam. Weet je wat je ook kan doen? Je kan beginnen met de bavarois. Ja! Luisteren jullie eigenlijk wel? Horen jullie wel wat ik zeg? Een toevallige ontmoeting. Een invloedrijk man. Madame Manda's tweede voorspelling is uitgekomen. Alsjeblieft, Simon, begin nou niet weer. Ja, maar hij is dus wel uitgekomen. Ja, dat zal wel. Ik ben ontzettend blij voor Victor, maar het is allemaal toeval. Ja, maar hoe weet je dat nou zo zeker, opa? Ja, omdat als ze echt had kunnen voorspellen, ze ons had moeten vertellen dat wij nu een loodgieter moeten bellen. Oh nee, je pap, niet weer met het warme water, hè? Ja, ik zal Harry Stevens maar weer bellen. En maar Harry is geen loodgieter. Nee, maar hij komt wel als je hem opbelt. Wie zit er dan weer aan de telefoon? En je ouders geen van beide thuis? Te gek. Ja, dat klinkt echt waanzinnig. Ik kan bijna niet wachten. Jij en ik alleen. Oeh.
Mag ik even telefoneren? Tuurlijk, opa. Ik moet opgaan hangen, want opa Henri wil even bellen. Afgesproken, als we die wiskundesommen af hebben, moeten we elkaar echt nog even overhoren. Oké, hoi. Ja, dat is natuurlijk zinloos, hè? Wat? Nou, die smoes over dat studeren, hè? Je weet toch dat je oude opa niet kan... Hoe heet die plastische uitdrukking weer van mannen onder elkaar? Verneuken, opa. Precies. Zo, meneer Stevens, heeft u het probleem gevonden? Het lijkt op of jullie zonder warm water zitten. Nou, het is wel een professional, hè? Nou begrijp ik waarom er zo weinig vrouwelijke loodgieters zijn. Ja. Wij snappen de basis niet. De ventilatiepijp heeft heel de boel geblokkeerd, maar... Hebben jullie de laatste tijd niet wat rare geluiden gehoord of zo? Ja, inderdaad. Nou, het zegt meestal 's ochtends. Wat gorgelende geluiden, dan een paar knalletjes. Weet je zeker dat het de boiler was, hè? En toen heb ik eens even in het luchtgat gevoeld. En? Kijk eens wat ik gevonden heb. Een vogelnestje? Ja, en heel klein. Dat kan dan nooit lang gezeten hebben. Dat is volgens mij de oorzaak van jullie warmwaterprobleem. Oh, dus nu hebben we weer wel warm water. Nou, zo eenvoudig is het ook weer niet, hè, meneer Buis. Kijk, hè, het hele systeem zit vol met lucht. Dus ik moet alles natuurlijk leeg laten lopen. Oh, en hoeveel gaat dat kosten? Had je een echte loodgieter gebeld, had dat aardig in de papieren gelopen. Maar ik mazzel jullie wel, joh. Stomme vogels. Waarom moeten ze nou juist in onze ventilatiepijp gaan wonen? Pap! Wat is er? De derde voorspelling. Huh? Een nieuw huis zal jullie deur komen te staan. Ik begrijp niet wat ze bedoelden, maar nou begrijp ik het wel. Ja, natuurlijk. Het nieuwe huis voor de vogels. Ja. En dat gaat onze smak centen kosten. Nou, je kan me nog meer vertellen, maar die madame Manda is zo gek nog niet, hoor. Wie is madame Manda? De waarzegster! Er is iets aan de hand. Allemaal toeval. Goed begrepen. Toeval. Ja, drie toevalligheden achter elkaar. Dat is toevallig. Hier staat dat Meesterkok van de Stad het meest gewaardeerde programma is van de lokale omroep. Oh ja, werkelijk. Ja, misschien krijg je toch nog gelijk. Als je dat wint, dan word je wel beroemd. Ja, als jij het zegt. Ja, maar dan moet je niet die hele pot suiker in je mosterdsaus flikkeren. Hé? Dan verdikken we nog aan toe, dan heb ik hem verpest. Dan kan ik helemaal opnieuw beginnen. Ja, je bent er niet helemaal bij vanmorgen, hè? Zenuwachtig vanmorgen. Ja, dat zou wel zijn. Zeg Willem. Ja. Geloof jij in dat voorspelling en gedoe? Ik hou alle opties open. Hoezo? Nou, nee, ik bedoel, het is natuurlijk allemaal toeval, hoor. Maar, nou ja, ik weet niet, hè. Eerst die daspelt en toen Victor's afspraak. En nu dat vogelnestje. Oh, ja, ik denk dat de rest nu ook uitkomt. Nou, ik moet alsmaar denken aan die laatste voorspelling die ze deed, hè. Een tragisch ongeval waar twee mensen bij betrokken zouden zijn en wat ellende en verdriet zou brengen. Ja, luister nou eens, Henri. Ik bedoel, ik heb wel gezegd dat die madame Manda het wel eens bij het rechte eind zou kunnen hebben. Maar dat heeft toch geen enkele zin om je er nou wel zenuwachtig over te maken? Zenuwachtig? Ik ben helemaal niet zenuwachtig. Nee, maar trouwens zei ze niet dat alle voorspellingen zouden uitkomen voordat de zon rijst in het teken van Gemini. Hè? Ja, nou, dat is tweelingen, hè. Dat gaan we eens even opzoeken in de horoscoop. Hier, tweelingen. Dat is morgenochtend al. Ja. Nou, het lijkt me toch zeker dat er de komende 12 uur vreselijke ongelukken gaan gebeuren. Wat denk je er zelf van? Ja, je hebt gelijk. Ja, je hebt gelijk. Kom, het komt ook door die ellendige kookwedstrijd, zeg. Daar word ik horendol van. Ja, weet je wat jij zou moeten doen? Ga eens lekker in een hoekje zitten met een krantje of een boekje. Of zet van mij de televisie aan. Maar denk eens even aan totaal wat anders. Want je kan het overdrijven, hoor. Als jij de hele dag koteletjes blijft bakken, dan komt het varken nog op de lijst van zeldzame diersoorten. Ja, je hebt gelijk. Ik wil het beter doen. Ja, dat weet ik ook wel, maar het is net als de avond voor een proefwerk, Harry. Dan ga je zitten blokken, maar eens moet je stoppen, anders draai je op tilt. Ik weet het. Hey, weet je wat wij gaan doen? Nou? Ik ga vanavond Chinees halen. En we vragen Harry en Nicole te eten en we nemen een lekker potje pils. En we denken eens even aan iets anders dan varkensmedaillons in mosterdsaus. Ja, maar denk je dat ze het heel erg zullen vinden om eens één avond Chinees te halen? Harry, doe me een losse. Ze springen uit een bol van vreugde. Oh. Nou, al die citroenbafferwaar. Oh, maar de citroenbafferwaar kan ik wel maken. Nee. Als je het doet, doe je het all the way. Aanvallen! Kuluyuk, chapchoy, fuyong hai. Heb ik ook een saté babi meegebracht. Babi wordt gemaakt van varkensmedaillonnetjes. Ach, wat attent. Zeg, wel, sorry dat we zo laat zijn, maar dat was een hele commotie in het restaurant. Een van die kelners die liet een blad met glazen vallen. Zeg. Dat was me toch een ravage, niet te geloven. Zeg. Simon, wat zei madame Manda nou ook weer over gevaar uit het oosten? Gevaar uit het oosten voor iemand in het wit. Ja. Bami komt uit het oosten. Ja.
Rick is in het wit. Je moet je kijken. Een stuk glas. Om het is gevaarlijk. Je had je tong wel af kunnen snijden. Oh, dat had ik helemaal niet erg gevonden. Dit is de druppel. Nou is het genoeg. Het spijt me. Wanneer dringt het nou tot jullie door dat het niet verder kan gaan? Alle voorspellingen van madame Manda zijn tot nu toe uitgekomen. Behalve dat tragische ongeluk waar twee mensen bij betrokken zijn. Oh nee, Nightmare on Elm Street. Ik neem geen enkel risico meer. Morgen staat de zon in het teken van de tweeling. Maar tot zolang zijn wij allemaal in gevaar. Maar wat wil je daaraan doen? De loop der dingen is niet te beïnvloeden. Jawel, jawel. Jullie blijven allemaal hier in dit huis. Zodat ik een oogje op jullie kan houden. Pa, doe niet zo belachelijk alsjeblieft zeg. Simone en ik worden vanavond verwacht op een party waar ik Juan Diaz moet spreken. Ja, en ik moet naar Marijke om... huiswerk te maken. Ja. Ja, nee, nee, maar dat kan niet. Ik zou het mezelf namelijk nooit vergeven als er vanavond iets met jullie zou gebeuren. Oh, lieve schatten, doe het voor mij. 50 gulden betaal je dat mens met het derde oog. En vervolgens kun je vermogen naar de psychiater slepen. Voor de behandeling van stress, zeg. Henri Buis, de ex-burgemeester van het prachtige stadje Veren, is in zijn bol geslagen. Afik, laat nou maar. Pap, het komt allemaal wel goed. Ja. Die voorspelling geldt voor twee personen, hè? Ja. Nou, dan gaat Fik gewoon alleen naar die cocktailparty en ik blijf hier bij jou als jou dat geruststelt. Hé, hey, weet je wat je kan doen? Je kan aan Marijke vragen of ze hierheen komt. Dat doen jullie toch gewoon hier? Moet jij nou maar met Wouter en Raoul? Oh nee, dat is een triootje. Dat is ongevaarlijk volgens madame Manda. Ja, ja, nou. Ik dank jullie wel. Ik ben jullie echt heel dankbaar. Ik ben ook erg opgelucht. En omdat jullie dit voor mij doen, zal ik het vanavond extra gezellig maken. Ja? Wij gaan spelletjes doen. Ja, maar dan. 1, 2, 3, 4. Ah, de Kalverstraat, die is voor mij. En er staat een hotel op. 2000 piek, alsjeblieft. Kan ik even vangen? Zo. Niet betalen, Henri. Waarom niet? Ik was vorige week in de Kalverstraat en er staan helemaal geen hotels. Ik geloof dat jij de basisprincipes van dit spel nog niet geheel onder de knie hebt, Nicole. Pap, ik heb eigenlijk niet zo'n zin meer in het spel. En nu al niet? Nu al niet? We zijn al uren bezig. Ja, wij moeten ook echt aan het werk, hoor, Rick. Ja, ja, de plicht roept, opa. Wij gaan naar boven. Met z'n tweeën? Ja. Nee, dat kan absoluut niet, zeg. Nee. Stel je voor dat er wat gebeurt. Ja, een ongeluk zit in een klein hoekje. Nee, blijf nou maar gezellig hier, hè. Zet de televisie aan. Misschien is het wel een leuke film. Dus we houden ermee op. Ik heb nog een massa geld. Ja, lieve schat, het leven is hard en bitter. Maar kom op, wij gaan ook eens even daarvandoor. Ja, dan zijn jullie met z'n tweeën, hè? Ja, maar opa, ze zijn geen familie, dus dan telt die voorspelling niet. Oh, nee, dat is waar. Dag, wat er. Ik ga ook naar bed. Hè? Jongens, ik ga ook naar bed. Alleen, dus mij kan niets gebeuren. Ah. Helaas. Ja. Kom op, Marijke, wij gaan naar boven. Ja, maar dan zijn jullie met z'n tweeën. Ja, maar opa, zij is toch ook geen familie? Dus eigenlijk ben ik ook in mijn eentje. Wilt ja, nou ja, ik ga ook naar bed, dus ik ben ook alleen. Maar wat toevallig. Nou, Wouter is aan het werken en wanneer komt er ook weer terug, zei je? Ja, nou, ik vermoord je nu echt. Oh, opa, de voorspelling komt uit. Ja, 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 lach maar hoor, om die bijgelovige oude zak. Maar ik neem geen risico's. Nou, ik ook niet hoor, ik blijf lekker hier en hou je handje vast. Nee! Dan zijn we met z'n tweeën. Oh jee, dan gebeuren er ongelukken. Nee, dat kan niet. Harry, ik zou zeggen, welterusten. Ja, Willem. Welterusten. Oh. Goedemorgen, Henri. En hebben we allemaal de nacht overleefd? Geen dooien, geen aardbevingen, sprinkhanenplagen? Ik heb iedereen een goede gezondheid aangetroffen, gelukkig. Ja. Dus jij bent weer in een beter humeur dan gisteren, hoop ik. Oh, ik ben een ander mens, ja. De zon staat nu in het teken van de tweeling. We hebben madame Manda met haar sombere voorspellingen verslagen. Gelukkig, want ik was gisteren de enige op die party zonder partner. Ja, ik voelde me knap opgelaten, pa. Het spijt me, sorry, maar het is nu allemaal voorbij. Ik voel mij een ander mens, ik kan de hele wereld weer aan. Television, here I come. Vreet me maar op. Ik ga nog een takje tijm uit de tuin halen. En dan gaan wij op naar de strijd. Dat gaat een herboren mens. Hey, pa, kijk eens. Hier. Je hebt je vergist. Wat heb ik me vergist, hè? De zon rijst morgen pas in de Gemini. Dat ongeluk gebeurt vandaag. Hé, hey, doe weg die krant. He? Dat mag ik niet horen. Oh. Dat mag ik niet. Wat mag ik niet horen? Van die weddenschap. Heb ik het toch gezegd. Ja. Welke weddenschap? Nou, wij hebben 50 gulden op je gezet vanmiddag. 50 gulden? Ja. Dat is belachelijk. Hoezo? Nou, omdat het vaststaat dat ik die wedstrijd ga winnen, zeg. Jullie hadden wel 1000 op kunnen zetten. Nog 30 seconden. Welk kruid is dit? Het smaakt voor... Nee, nee, nee. Nog 20 seconden. Denk goed na, laten geuren. Oregano. Ja!
Dankjewel en tot straks, hè. Want wij, dames en heren, wij gaan weer even terug naar onze kok om te kijken hoe het staat met zijn culinaire hoogstandjes. En u ziet hier aan het werk finalist nummer 3, Henri Buys. En hij haalt juist zijn varkensmedaillonnetjes uit de pannen. En wij zijn natuurlijk razend benieuwd wat hij ervan gebakken heeft. Wat hij ervan gebakken heeft. Wat een charmante presentatrice, hè, pa. Ik vind het zo waanzinnig spannend. Ik durf echt bijna niet te kijken. Nou, ik kijk ook niet. Ik kan geen varkenslapjes meer zien. Nee, maar dat zou helemaal afgelopen. Nooit meer varkenslapjes en ook geen citroenbavar meer. Ja. Nooit meer. Ja, als je het nou allemaal maar op tijd krijgt uitgeserveerd, hè. Kijk, snelheid, dat is de zwakste punt. Nou, als dit smaakt zoals het eruit ziet. Ik wil de jury natuurlijk niet beïnvloeden, hè, maar wat u nu te eten krijgt, nou, dat ziet er wel heel erg lekker uit, hoor. Echt. Meneer Buys, mag ik u verzoeken? Ah! Oh, nee! Oh, God! Dit is toch niet te geloven? Dit kan toch helemaal niet? Nee, gebeurt er eindelijk iets leuks, krijg je een ogenblikje geduld, AUB. Hé, hey, maar ze open nu gedisqualificeerd worden? Ja, geen idee, wat een pech nou toch. Ja. Nee! Hé? De voorspelling is toch uitgekomen. Ja, een tragisch ongeluk, 2 mensen. Ja, en een vernietigd leven. Henri's carrière als chef-kok. Ja, maar het zou toch ook wanhoop en verdriet over de familie brengen? Nou, ik vind het jammer voor opa, hoor. Ja, nee, nou, wacht maar tot hij thuis komt. Zo, dat wordt niet te filmen. Ja, zijn jaren zullen we het nog moeten horen, pa. Ik denk dat ik ga verhuizen. Daar is hij. Opa, hoe is het met je? Hebben jullie gezien wat er gebeurde? Ja, wat dacht je? John Cleese was er niks bij. Wat een toestand. Hè? Het is gewoon schandalig onprofessioneel, papa. Ja, ja. Nou ja, weet je, ongeluk zit in een klein hoekje. Ja, breek me de bek niet open. Ja, maar zo klein is die studio toch niet? Maar nou wat anders, wie hebben nou gewonnen? Nog niemand. Maar volgende week mag ik het overdoen. Dus morgenavond krijgen jullie varkensmedaillons met mosterdsaus. Nee. Jawel, en citroen bavarois! Ik zie de papieren!